Kijk eens, jullie hebben het gevonden. Nou ja, als je vanaf 83 al bij de VARA werkt, als ik dan zo doortel, kom ik op die duizenden uit. En ik moet zelf zeggen, dat is wel heel erg veel. Heel erg veel uitzending. Kijk, dan kan je hier, dan kijk je, als je gewoon een beetje rondom je heen kijkt. Dit was gewoon een oude, vieze kelder. Als je even om de hoek gaat kijken met je camera, dan staan daarachter allemaal kasten met cd's. Elke week eigenlijk, hè, vraag ik van, goh, wat zijn de onderwerpen voor aanstaande zondag? En dan ga ik gewoon kijken, het zijn gewoon steekwoorden van de onderwerpen. En dan ga ik een beetje denken van, goh ja, wat kan ik hiervan maken? Of het gaat over de Brexit, of het gaat over vervuiling, of het gaat over dat er in Frankrijk wat gebeurt, of een ander land. Maar daardoor heb je wel steeds een uitzending die uniek is, in ieder geval wat betreft de zoektocht in mijn hoofd. Dus eigenlijk is het een beetje een reflectie van wat ik dan meemaak en wat ik aangereikt krijg. En of je nou een natuurliefhebber bent of niet, je bent wel geïnteresseerd in schoonheid. Een soort van klankbeeld van schoonheid wat op zondagochtend langskomt. Dat is wel iets wat ik heel erg in mijn hoofd hou. Goed, dan ga ik gewoon eventjes, pak ik even een paar cd'tjes. Dus mijn systeem van hoe ik het heb opgeborgen, het staat niet op alfabetische volgorde. Goed, gaan we eventjes mee naar boven naar de muziekkamer. Dat is misschien een leuk idee. Dan word je uitgenodigd na 1000 uitzendingen om een keer over de muziek te praten. En wat ga je dan draaien? Maar ik dacht bij mezelf van, nou weet je, ik ga gewoon die muziekstukjes samenstellen waar een verhaal in zit. Waar mijn eigen biografische verhaal zeg maar in zit. Maar wat vaak gebeurt, je begint daarmee, dat is mijn ingang. Maar dat kan ik compleet overboord gooien. Ik denk van, nou nee, ik ga toch op klank. Maar ik kan wel laten zien, ik heb natuurlijk wel een beetje wat dingetjes erin gezet. Ik kan wel wat laten horen waar ik aan denk. Mijn vrouw en ik houden erg veel van die suffe serie Downton Abbey. Maar er is dan de filmversie is uitgekomen. En dat vind ik dan gewoon heel erg leuk om dan bijvoorbeeld dit te draaien. Dat vind ik gewoon, er zit wel wat spanning in, maar daar voel ik mezelf gewoon meer van, jongens, hey, even een punt maken. Paris sous l'occupation van Georges de la Rue. Kijk, zit ik met een hele andere sfeer, maar dat vind ik dus heel leuk, dat zit ik bijna tegen de jazz aan. Een beetje, maar daar kan ik, dat vind ik dus zelf hele fijne muziek. Maar dan zitten we wel in een filmische sfeer. En dan zit je ook bijna in een ander programma. Dus dit is, als je het hebt over een grens opzoeken, zou ik dit aan de grens vinden. Maar dat vind ik wel een zeer acceptabele grens. Dat is uit de film Ragtime, Randy Newman. Nou, Randy Newman is natuurlijk gewoon een geweldige zanger, songwriter. Maar die heeft dan toch ook een stukje geschreven voor een film. Dit zou dus ook heel goed kunnen bij het klokken, had ook bij de klokken kunnen zitten. Maar dat vind ik dan heel. Maar dan moet je een fragiel onderwerp eigenlijk hebben met wat dan gaat over hele kleine vogeltjes of zo, of kolibries. Stel ik me dan voor. Het is natuurlijk een heel raar vak, want je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Maar nu, ja, ik doe dit gewoon nog omdat ik het zo leuk vind. Maar...